We beginnen met Joke. Joke Seebos. Je hecht eraan om de C erbij te zetten, Joke. Vertel. Hallo Nick. Ja, het is heus niet om interessant te doen, maar ik moet me onderscheiden van een andere Joke Bos. Ja. En die woont in Noordwijk en die schilderde toen ook. En dat is nu is het wat duidelijker. De meeste mensen weten het wel. Nee, maar het liefst zou ik zeggen Joke Zee, want de zee is ook heel belangrijk voor mij. Maar... En mogen ze Bos dan weglaten? Mag helemaal. Ja. Joke Zee. Joke Zee. Joke Zee, mooi. Ja. Joke, je zit hier om iets te vertellen over modelschilderen bij Boekhandel van der Meer. Ja. Dat is een project, dat doe jij met een aantal andere kunstenaars, heb ik begrepen. Zeker. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. We zijn met 7 kunstenaars totaal, professionele kunstenaars. En wij komen elke laatste vrijdag, dus niet meer zaterdag, bij elkaar in Boekhandel van der Meer. Ja. Cultuurcafé. En daar wordt live iemand geportretteerd. Oké, altijd 1 persoon? Altijd 1 persoon, dus er zitten daar 7 kunstenaars, heb ik begrepen, hè? Nou ja, we zijn de groep heet Meer Kunstenaars en bestaat uit 7. Maar we kunnen niet allemaal. Nee. Maar meestal 6, 7, 5, maakt niet uit. En dan, die gaan dan 1 persoon portretteren. Oh ja, en kun je een paar namen noemen van die kunstenaars die meedoen? Zeker, ze moeten allemaal genoemd worden. Ja, tuurlijk. Hans Berghout, Mariska de Kok, Ans Vianen, Lucas Mens, Wil van der Niet, Machteld Eido en Joke Zee, ikzelf. En ze hebben natuurlijk allemaal een eigen stijl. Ja. Ja. Ik kijk wel eens naar Project Rembrandt. Ja, ja. Jij ook? Tuurlijk, ja. Ja, ik volg het, ja. Ja, natuurlijk. En je hebt natuurlijk nog wel meer van de tv-uitzendingen. Is het met iets te vergelijken? Zeg je van, nou, daar lijkt het wel een beetje op? Nou, Ster op het Doek kan je het zeker mee vergelijken, ja. Alleen, er zijn ook grote verschillen, maar er zijn zeker overeenkomsten ook. Dus je ziet hoe een portret ontstaat door 7 verschillende kunstenaars, dus ook op 7 verschillende manieren. Ja, zeker. En dat maakt het ook zo aantrekkelijk, want je loopt daar rond in die boekhandel en je ziet opeens daar 7 mensen aan de slag. Ja. En iedereen doet dat heel anders. Ja. En hoe lang doen ze daar nou over? Mag ik dat vragen? Ja, toch? Tuurlijk, je mag alles vragen. Je mag alles vragen, wat dit gebied wel. En wij zijn van 2 tot 4:15, 5 uur daar altijd aanwezig. En we hebben verschillende pauzes die bepalen het model. Okay. Maar zeg maar in zo'n kleine 3 uur, 2,5 uur, maken we een portret. Ik zelf maak er altijd 3. Omdat de derde het beste is. Ja. Maar, en iedereen, ik doe tekenen, anderen doen schilderen, pastelkrijt. Zijn allerlei technieken ook. Technieken, hoe iemand het doet, verschillende technieken. Ja. Is heel leuk. En aan het eind dan gaat degene die geportretteerd is, die gaat langs de kunstwerken. Ja. En die mag het een eentje mee naar huis nemen. Zoiets? Ja, die mag er een mee naar huis nemen en die mag die dan gratis 2 maanden lenen. Of ook aankopen. Oké. En het is mijn ervaring dat ze het heel moeilijk vinden om een keuze te maken. En wat gebeurt er met die andere 6? Of 5? Bij mij gaan ze terug in de la. Het is gewoon, bij ons gaat het vooral echt om het doen. Doen. En ook de anderen daarvan mee te laten genieten. En het is eigenlijk iemand portretteren, is eigenlijk iemand ontmoeten. Mm-hmm. Dus je ontmoet iemand, je ontmoet elkaar op een bijzondere manier. Ja. En er zijn raakvlakken met de literatuur en met de plek. Dus het is een soort feestje. Jij had het een project. Het is eigenlijk een maandelijks feestje, kunstfeestje. Ja. Nou heb ik even naar jouw website gekeken natuurlijk. Hè, want ik ken je van het dorp, maar ik kende je niet echt goed genoeg. Dus ik dacht, nou, kijk even op je website. En wat mij daar opviel, een zinnetje daaruit, was... je schildert wel een object, in dit geval dan een model. Maar eigenlijk kijk ik, jij dus, dan meer naar het innerlijke. Ja. Naar de diepere laag. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want wat zie je dan? Of wat merk je dan? Voel je iets? Of wil je dat model iets van zichzelf leert? Of... Dit zijn eigenlijk 2 dingen voor mijn eigen werk en dit portretteren. Dit portretteren is eigenlijk een soort vingeroefening die later kan gebruiken in mijn werk. Maar sowieso iemand die leeft, die bestaat uit heel veel lagen. En alleen de buitenkant is nog niet genoeg. Nee.
Het is een portret is ook niet een optelsom van ogen, neus en mond. Het is een mens met een ziel en een leven daarachter. En waar zit hem dat nou in? Ja, en ja, daar zoek je dan naar. Ja. En daar, dat vind je soms. Of dat, ja. Nou is het moeilijk om nu... We hebben wat plaatjes, maar ik weet niet of die plaatjes daar iets over zeggen, over het onderwerp waar we nu het over hebben, over die ziel. Zullen we eens wat kijken? Dit zijn verslagfoto's die trouwens gemaakt zijn door Richard van Egmond. Oké. Okay. Zullen we eens kijken of we iets tegenkomen waarvan jij dan zegt van nou, dat plaatje dat symboliseert wel iets wat ik bedoel met ziel. Nou, wat zien we hier? Vertel maar even wat we hier zien. Hier zien we Els Baks, die is het model. Ja. En die is daar aan het lezen. Ja. En we zien Ant-Vianen en mij dus ja, aan het portretteren. Oké. Okay. En ik kan niet zeggen dat hier de nee, ziel wordt blootgelegd. Nee, dat snap ik. Nou, we kijken naar het volgende plaatje. Of wil je hier iets nog meer over vertellen? Nee, maar ik vind het wel een beeld schetsen van wat daar dus elke vrijdag, elke één keer in de vrijdag ja, gebeurt. Ja, dit is het podium, hè? Dit is het podium, ik, ja, ja. Waar de piano staat, ja, zeg maar. Ja. Dus je ziet iemand lezen, je ziet iemand schilderen, je ziet iemand tekenen. Ja. Dus dat is wel mooi. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, ja. Hier zien we wat werk natuurlijk, hè? Maar het ja, is moeilijk om ja, daar... Ja. Nou ja, nogmaals, we hadden het over de ziel van, ja, van een persoon... Ja. Ja, dat is moeilijk natuurlijk om dit zo te zien. Hè? Ja, dan zou je even... We komen ook nog wel bij ja, een aantal voorbeelden. Ja, wie is dit model? Dit is een... Hij is fotograaf. Och. Willem Krol? Ja, zeker. Ja. Willem Krol. Oké. Okay. Ja, als ik hem zo zie zitten, denk ik het is Willem Krol. Maar ik moest er ook even goed kijken. Ja, ja nee, het is Willem ja, Krol. En ja, die... En we zien hier weer de kunstenaars. Ja, hebben die nog bepaalde voorkeursplekken? Dat je zegt van nou, ik wil per se daar staan? Nee, dat is hoe zich dat schikt. Maar Hans die zit altijd. En Lucas ook. Oh ja. Ik vind het fijn om te staan. Ja. En dan heb je meer ja, bewegingsvrijheid. Want je kan ook iets zeggen over de nou ja, ik noem het even letterlijk standvastigheid van de schilder. Hè? Als ik die mevrouw tweede van links, ik weet niet wie is dat? Dat is Machteld Eido. Ja, ja, die staat echt zo met de ja, benen een beetje, ja, beetje stevig zo, zie ja, je wel. En nou, ik ga het doen, weet ja, je wel? Die, ja, dat is ook dat, zo. Dat straalt ook wat uit, hè? Ja, dat vind ik wel ja, mooi, leuk opgemerkt. Mooi. Ja. Ja. Mooi. Zullen we naar de volgende gaan? Prima, ja. Oké. Okay. Nou, dit is een model in korte broek. Nee. Oh nee, dat is Hans. Ja, dat is Hans. Ja, dat is Hans. Ja. En hier rechts vooraan zie je Roberto de Hart, oh, ja, de wethouder. Ja. Vond ik ook leuk om te laten zien. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, nou, oud-wethouder. Ja, en hier zie je een aantal voorbeelden. Zie je van de resultaten. Oh ja. Oh, ja. Ja. En dan zie je dus de onderlinge verschillen. Ja. En ja, nogmaals, om antwoord te geven op je vraag van ziel, dat is heel moeilijk. Ja, het moeilijk. Je ziet bijvoorbeeld de keuze hoe je iemand plaatst op het papier of op het doek, is al een interpretatie over de persoon zeker, in een hoek. Zeker. En deze houding van Sjaak, dat hij zo'n beetje zo, dat zegt ook al ja, iets over Sjaak, ja, meer als de buitenkant. Ja. Want Sjaak die zat op een stoel, hè? Want normaal, ik denk dat alle modellen zitten op een stoel. Ja, zitten, ja. Ja. En dan kijk jij naar zo'n model. Geef je dan nog aanwijzingen van ga zo zitten? Of mogen ze dat helemaal zelf weten? Nou, of zitten ze onderuit gezakt, dat mag ook. Mag ook. Ja. We zeggen, zoek een lekkere houding waarin je het lang vol kan okay, houden. En zoals bij Els Baks, die vindt dat moeilijk. Dus zei, nou, ga dan een boek lezen, want ze houdt daarvan. Oh, ja. En dan heb je dus gewoon ja, één stand. Ja. En dan vragen we ook vaak, kijk naar één punt. Oh, ja. En ik check ook steeds of het gaat. En ze mogen zelf net zoveel pauzes aangeven als ze willen. Dus ze zegt, ik krijg kramp of ik wil niet. Of, nou. Ja, ja, en ze ja, mogen ja, ook net zoveel eten en drinken als ze willen. Nou, ze worden echt gekoesterd. Dat kan natuurlijk ook allemaal natuurlijk. Ja. Ja, dus, ja, ja. Het is net het normale leven ja, op een middag. Ja, en ja, 3 uur is lang natuurlijk. Hè? Ja. Yummy. Ja. Maar Sjaak, om even nog een kleine aandacht te ja. Sjaak die zit zo en die viel een beetje in slaap. Dus hij had het erg naar zin. Ja. Was die toen al wethouder af? Of ja, hij was nog steeds wethouder. Hij kon daar gewoon relaxen, ja. Nou, wat een baan, hè? Ja. Nou. Oké, valt me wel op dat middelste, dat grote schilderij, hè? Ja. Daar moet ik even goed naar kijken, want ik zie daar op de achtergrond volgens mij de vuurtoren. Ja, ja. Maar dat kun je er dus ook gewoon zo in schilderen. Nee, dat is een werk van Lucas. En Lucas die heeft vaak het onderwerp, de achtergrond heeft hij al vaak geschilderd. Oh. Of hij gebruikt een oud schilderij. Oh, ja. En denkt, oh, dat
past wel bij die persoon. Oh ja, ja. Leuk. Leuk, hè? Dat is een aparte techniek natuurlijk, hè? Dat hij een oud schilderij gebruikt. En daarop zit je... Van vroeger ook, hè? Want vroeger gebruikten ze natuurlijk ook allemaal die doeken om nieuwe schilderijen te maken en gewoon eroverheen te schilderen. Is dat zo? Dat deden de kunstenaars vroeger, ja. Want hadden ze geen doek of dan konden ze niet betalen. Ja. Dus er werden heel veel schilderijen over elkaar heen geschilderd. Dat is waar, ja. Maar zo zie je ook wel, je ziet een potloodtekening. Ja. Je ziet met inkt. Oké. Okay. Ja. En dit is Wil. Ja. Wil is hier aan het schilderen. En die begint dan vaak in bruin tonen en later zet ze de kleuren op. Oké. Okay. En is hij nog aan een gezicht bezig? Welk model is dit? Dat weet ik niet. Weet je niet? Nee. Nee, want als ik zo kijk, dan heeft hij een soort gewaad om. Ja, dat is... Maar dat is nog het begin het van... Het is heel erg het begin, het is de beginfoto. Ja. Maar ik vond het ook wel een mooie van Wil. Ja. En Wil kan ook zo lekker werken. Die staat altijd een beetje te mopperen in zichzelf. Ja. Geef jij les hierin? Ja, ik geef hier les in, ja. Maar niet aan hen? Nee, dit zijn professionelen, die hoeven geen les van mij. Ja, maar als je les geeft, dan geef je ook les in modellen. Portretteren. En maar dat doe je in je atelier, neem ik aan. Ja. En waar, ik denk dat ik het wel weet, maar even voor de kijkers, waar is dat? Dat atelier? Dat is in de Karel Dommestraat, daar beneden, nummer 6, daar is mijn atelier. Oh ja. Waar nu gebouwd gaat worden, dat nieuwe hotel. Precies. Zie je daar nog iets kunstzinnigs in? Ik volg het met heel veel... Ja. Ja. Wel een groot project wordt dat ook. Ja, het is heel groot. En natuurlijk de boulevard straks met de Hotels van Oranje. Ja. Mijn hemel. Ja. Ja, misschien zit er ook nog wel iets voor de kunstenaars in, mag ik hopen. Laten we dat hopen. Dat is het beleid van de gemeente Noordwijk om het daar maar eens heel kort over te hebben op kunstgebied beschouwen. Ja. Wil je daar iets over zeggen? Nou, ik heb even de programma's bestudeerd, maar nergens valt het woord kunstbeleid. En dat vind ik toch wel heel jammer. Ja, ja. Je kan een kuuroord beginnen, maar wat kan een mens zonder cultuur en zonder kunst? Dat is zo belangrijk. Nee. Nou ja, de gemeente, ik heb er zelf bij gezeten. De gemeente heeft wel pogingen gedaan om de inwoners te betrekken bij het kunst- en cultuurbeleid. Er is een kunst- en cultuurnota geschreven. Ja, weet ik, ja. En daar is vooral kunst in de buitenruimte nu... een project dat gaat wel gebeuren. Kunst in de buitenruimte. Ja. Om ook de kuuroordstatus te geven. Hè? Dus dat gaat wel gebeuren. Misschien wat voor jou ook, om iets met kunst in de buitenruimte te organiseren. Ja. Zullen we nog even kijken? Zeker, ja. Ja. Oké, okay. Hans? Het is leuk om te zien, hè? Dat Hans heeft zo... Ja. Zijn eigen stijl. Ja. Hij heeft ook zijn eigen plank ontworpen. Ja. Hij schildert heel transparant. Okay. En het moet in één keer met een mooie wilde streek. Ja. Of een vloeiende streek. En hij neemt ook altijd de omgeving mee van het portret. Dus je ziet altijd de boekenkast of de winkel zelf. Oh, ja. En hij begint altijd met de achtergrond. Heel gek. En dan de figuur zelf. Een hele bijzondere stijl. Okay. Hans Berkhout is een goede kunstenaar. Noordwijk. Ja. Zijn allemaal goed hoor. Ja. Het is elke laatste vrijdag van de maand bij Boekhandel van der Meer. Ja. Is vrij toegankelijk. Vrij toegankelijk, ja. Ja. En komen er veel mensen kijken? Wat is jouw idee? Of zijn dat toevallige passanten? Allebei. Ja. Er komen mensen speciaal ervoor, omdat het echt wel een beetje bekend is op het moment. Ja. Maar het moet ook zeggen, het is nu weer op gang aan het komen. Hè? Vorige keer was het de eerste keer na een coronatijd. Ja. Ja. Maar je hebt en bezoekers en gewoon mensen die er speciaal voor komen. Ja, dat is heel leuk. Ik nodig iedereen ook altijd uit. Ja. Ik wil jou ook eigenlijk uitnodigen om een keer model te zijn. Oké, nou ik... Je hebt net de voorwaarden gehoord. Ik ga niet zeggen dat ik het niet leuk vind. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik wel graag een beetje in de belangstelling sta. Zeg ik even heel eerlijk. Ja hoor, nee, daar maak ik echt geen geheim van. Okay. Dus ik vind het hartstikke leuk en ik neem de uitnodiging graag aan. Ja. Nou, we maken na de uitzending even een afspraak dat over welke datum en zo. Ja. Nou, dit waren volgens mij de foto's, hè, die je hebt meegenomen. Ja. Joke C. Joke Z. hartstikke bedankt voor je komst. Ja. Wil je nog ergens op terugkomen? Of zeg je, nou, ik heb voldoende verteld over mijn activiteit? Ik heb wel voldoende verteld, ja. Ja? Dank je wel. Nou, ik vond het een heel leuk gesprek. Dank je wel. Oké. Okay.